Loek Hermans, MKB Nederland. U houdt een plaatje vast wat er vrij dramatisch uitziet. Wat is er aan de hand? Ja, kijk, het laat zien dat als we niet snel ingrijpen, straks de echte ambachtslieden, de werklieden, de mensen die met hun handen dingen kunnen doen, die echt in staat zijn om onze economie ook dingen te maken, dat die mensen er straks bijna niet meer zullen zijn. En dat betekent dat als je daar nu niet aan gaat beginnen, dan heb je over 10, 20 jaar hele grote problemen in Nederland. We staan hier op de binnenplaats van Nieuwspoort. Dat is een wat verlaten oord. Er is vast meer aan de hand. Ja, ik ga dit straks aanbieden aan de minister van Onderwijs, mevrouw Van Bijsterveld, om haar te laten zien hoe belangrijk het is om echte vakmensen, dus echte handvakwerkmensen, om die de komende tijd te blijven opleiden. Hoe belangrijk het is dat jongeren ook weten hoe goed het is om zo'n vak te beheersen. Hoe belangrijk dat ook is voor Nederland. Hoe leuk het ook gewoon is om te doen. Want het is een prachtig mooie vak. Als je ziet wat hier allemaal bij elkaar is. Van tandtechnici tot schoenlappers, tot mensen die in de installatie zitten. Overal zie je dat je mensen nodig hebt die een vak beheersen. Niet alleen maar kunnen denken, maar het ook gewoon kunnen doen. Als mensen iets aan de minister aanbieden, is het vaak omdat er geld voor nodig is. Ja, maar hier gaat het gewoon over het feit van, doe het nou. Zorg dat er aandacht voor komt. En zorg dat de opleidingen daarop goed toegesneden zijn. Maak gebruik van de zittende vaklieden om nieuwe mensen op te leiden. Dus we praten niet direct allemaal weer extra geld. Maar gewoon aandacht ervoor binnen het beroepsonderwijs. Dat je niet alleen maar praat over algemene opleiding, maar vooral ook over vakopleidingen. En wat is de bijdrage van het bedrijfsleven in deze? Bijdrage van het bedrijfsleven is dat wij mensen in ons bedrijf hebben die les kunnen geven. Dat wij op die manier mensen ook kansen kunnen geven, stageplaatsen, weer werkplekken kunnen bieden. En daarmee dus ook kunnen laten zien hoe belangrijk het is om voor je baan, voor je toekomst, om zo'n opleiding te gaan volgen. In het plaatje zit een pin. Wat is daar de bedoeling van? Kijk, het is een beetje vergelijkbaar met, je hebt wel eens van die zaken waar vlinders opgezet zijn. Als je die dan uithaalt, dan valt het ook echt uit elkaar. En als we dit staatssecretaris of de minister dit straks eruit haalt, dan betekent dat daarmee dus het boek openvalt en daarmee de alle mogelijkheden die er zijn om nu in te grijpen voor haar direct zichtbaar worden. U heeft gekozen voor het symbool van een heel kort levend dier als u met een vlinder vergelijkt. Ja, maar u weet dat een vlinder weer allerlei nieuwe mogelijkheden heeft. Hij komt in feite uit een rups voort, er wordt een hele mooie vlinder. Ja, en een vlinder, u weet, dat geeft toch altijd iets vrolijks aan. Dus we kunnen wel zeggen, het is heel moeilijk, het is ook heel moeilijk. Maar er zijn er prachtige mooie kansen om daar nu ook echt iets aan te gaan doen. We gaan kijken wat deze vlinder in de winter gaat doen. Dank u wel. Graag gedaan.